Wij willen de gemeente dus echt adviseren om het gras niet voor de voeten van de insecten weg te maaien. Het normaliter betongrijze plein 44 werd vrijdag opgefleurd met grote kleurrijke borden met insecten erop. Deze borden komen van natuurmonumenten. Zij willen met de reizende tentoonstelling aandacht vragen voor het dalende aantal insecten in Nederland. De stand van de insecten is erg slecht. Afgelopen 30 jaar is 75% van de insecten uitgestorven. Dus het is echt wel heel wat minder geworden. En daarom is het belangrijk dat de insecten die er nog zijn, dat we die wel echt beschermen en een thuis geven. Wij zijn bezig om mensen te vragen een handtekening te zetten onder de petitie die wij zijn gestart om aan de gemeente te vragen of dat ze meer bloemen willen laten staan in de bermen. Dat ze minder vaak maaien en wellicht ook kruidenrijke stroken willen inzaaien. De particulieren, daar wordt natuurlijk al jaren aandacht aan geschonken met de tegel eruit, plant erin. En juist willen we nu de gemeente erop aanspreken. Een insect is geen aaibaar diertje, maar nuttig is hij wel. Nou, juist insecten zorgen ervoor door hun bestuiving dat wij bepaalde producten kunnen eten. Zonder insecten, geen fruit, geen groenten. Ja, dan op een gegeven moment dan wordt het wel heel erg eenzijdig aan wat wij nog aan eten kunnen krijgen. Het is natuurlijk heel erg zonde dat mensen al die insecten inderdaad doodtrappen. Daarmee willen we ook hier laten zien van, ja, kijk eens naar zo'n insect. Stop hem eens in een looppotje. Kijk er eens naar met kinderen, want ze zijn echt ontzettend mooi en ontzettend waardevol. Er zijn al gemeentes die goed op weg zijn. Als ik naar het werk rijd, naar het jachtslot, dan rijd ik door Molenhoek heen. En ik zie dan langs de ringbaan daar ook altijd hele stroken met bloemen. Ja, daar word ik altijd wel heel erg blij van.